Oké, waar ik wil beginnen met jou is, je bent opgegroeid in Dordrecht, geloof ik. Wat werd er thuis bij jullie gedraaid? Kijk, ja, dat is, het is echt een mix van verschillende muziek eigenlijk. Mijn oudere zus, die draaide veel R&B. Dus ik hoorde veel TLC, Destiny's Child en dat soort dingen vanuit haar kamer. Maar mijn moeder draaide dan weer veel soulmuziek. Dus John Legend, maar ook Stevie Wonder. En mijn vader, die draaide dan weer meer Ghanese muziek. Dus highlife muziek, gospel muziek. Dus het is echt een mix van verschillende genres. Een beetje ja, hip op een gegeven moment tegen het lijf gelopen. En ja, daar zit natuurlijk ook weer bepaalde invloeden in, die ook weer terug gaan leiden naar soul en R&B natuurlijk. Ja, wat vond jij in hip-hop en is er misschien één artiest die eruit kan lichten uit die tijd? Ja, sowieso. Er zijn er wel meerdere, denk ik. Ik denk dat voor mij een hele belangrijke artiest is geweest, toch wel Nas. Omdat hij ja, gewoon een hele goede storyteller is. En echt verhalen kan vertellen vanuit verschillende perspectieven. Dus hij vertelt niet alleen een verhaal vanuit zijn perspectief, maar hij kan het ook vertellen vanuit een pistool of vanuit een camera. Zelf in Rewind kan hij heeft een track waarin hij een heel verhaal in Rewind vertelt. Ja, dat is gewoon. Ja, dat heeft echt een wereld voor me geopend. Van wow, dus je kan je verhaal ook op zo'n manier vertellen. Want ik was wel al bezig met storytelling, maar het was meer gewoon verhaaltjes schrijven en stripboek maken. Ik was heel erg into works. Je verhaal vertellen door middel van muziek. Waar gingen die eerste verhaaltjes die je schreef over? Ja, ik denk dat die verhalen gingen eigenlijk over. Ik was gewoon cartoons aan het schrijven, eigenlijk aan het tekenen. En ik was bijvoorbeeld met Lego bezig en dan gewoon scenario's aan het uitschrijven. En dan ging het meer over. Ja, waar ging het dan eigenlijk over als kind? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het eigenlijk gewoon ging over de cartoons die ik ook zag op tv. Dus ik keek heel veel naar Cartoon Network. En dat vond ik Dexter's Lab bijvoorbeeld heel tof. En dat gaat dan over een laboratorium guy die eigenlijk elke keer nieuwe dingen probeert uit te vinden. Ik was heel erg into superhelden. Dus ik was ook mijn eigen soort superhelden aan het tekenen. En dan gaf ik ze een bepaald soort superkracht en dat soort dingen. Dus, maar dit is echt toen ik weet niet, toen ik 7 of zo was, 6, 7, zoiets. Ja. Wanneer begon voor jou dit ideeën opschrijven en vooral in muzikale context? Wanneer begon dat echt vorm te krijgen? Was dat later pas of was dat ook rond die tijd dat je ook dacht van, oh, ik kan hier misschien muziek aan toevoegen? Nee, dat is wel later geweest. Ik denk dat dat ongeveer is geweest toen ik vanaf 12 zo ongeveer is dat wel een beetje begonnen. 12, 13. En toen ben ik eigenlijk eerst begonnen met gewoon nazingen, narappen. Dus kijken of je het ook kan. Een grote uitdaging was Busta Rhymes altijd, want hij rapt heel snel. En dan ging ik dan gewoon proberen om te kijken of ik dat ook zou kunnen. Dan gewoon de lyrics opzoeken en dan kijken of je dat ook kan, zeg maar. En van daaruit neem je op een gegeven moment, heb je zoiets van, hé, ik vind deze track heel tof. Wat als ik een featuring zou hebben op dezezelfde track? En dan ging ik daarop schrijven, zeg maar, van oké, ik ga dan ook mijn eigen tekst hieraan toevoegen. En van daaruit ging het geleidelijk naar eigen tracks schrijven eigenlijk. Ja, je hebt dan een tijdje. Nou, laat ik het anders vragen. Wanneer heb je het gevoel dat je je eigen sound bent gaan vinden? Heeft dat lang geduurd of was dat vrij snel? Want je hebt toch een best unieke sound, vooral binnen de Nederlandse muziek, denk ik. Ah, dankjewel. Oh, het is een heel geleide. Ik heb heel lang heb ik ook in groepsverband gewerkt. En dan
dan ben je gewoon, denk ik, dan zoek je een soort van safe space. Ik was best wel een verlegen jongen eigenlijk. Dus het was voor mij heel fijn eigenlijk om in het begin in groepsverband te werken. En op die manier jezelf te uiten. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ik zat in een groep brandwerk. En dan deden we het voorprogramma van Great Minds. En we hebben een grote prijs van Nederland gedaan. Dus we hebben best wel wat stappen gemaakt in de Nederlandse scene. En dat heeft me ook echt geholpen. Omdat je dan gewoon samen aan het creëren bent. En van daaruit steeds meer jezelf vindt. Maar op een gegeven moment merk je dan dat je toch nog meer van jezelf erin kwijt wil. Mm. En ja, van daaruit ben ik eigenlijk solo gaan werken. Of in ieder geval mijn eigen project gaan starten. En ja, zo is dat een beetje geleidelijk gegaan. En dan eigenlijk probeer je, wat ik eerder aangaf, ook met de invloeden die ik thuis hoorde. Ja, die komen op een gegeven moment toch ook weer terug in je muziek. Dat is gewoon, dat wordt gewoon onderdeel van je. Zonder dat je het zelf misschien in eerste instantie doorhebt. Ja. En dat vind ik wel interessant, want daar dingen vanuit huis uit. Je noemde een vrij eclectische mix van R&B tot soul tot meer traditionele muziek, afrobeat en dat soort dingen. Misschien is het wel een raar vraag, maar wanneer ben je voor het eerst naar Ghana gereisd? Ik ben toen ik 12 was voor het eerst gegaan. Okay. Dus ja, dat was best wel een hele andere wereld op dat moment. Maar veel voor familiebezoek was ik daar toen. En ja, dat heeft wel gewoon de eerste stappen gezet. In de zin van, je begint dan meer te begrijpen waarom bepaalde gebruiken zijn waarom ze zijn. En ja, je begint dan ook de muziek die je eerder hoorde bij je vader dan ook weer terug te horen. Dus ja, het zette wel bepaalde dingen weer in perspectief. En het zette bepaalde puzzelstukken bij elkaar. Dus dat was wel fijn. Maar ik denk dat ik pas toen ik echt zelf ben gaan reizen hier naartoe. Dus dat je echt zelf op ontdekkingsreis kan. En zelf kan kijken van oké, wat als ik daar naartoe ga. Dit lijkt me interessant. Ik denk dat ik vanaf dat punt pas echt dingen kon laten landen op een nieuw level, zeg maar. Ja, want daar wil ik naartoe. Van hoe hebben al die indrukken die je daar hebt opgedaan een soort van invloed gehad op nu uiteindelijk wat het resultaat van Back to Back is? Ik denk dat het sowieso, ik denk de laatste keer dat ik ben gegaan, dat heel veel heeft gebracht. Ik ben eerst een half jaar van tevoren gegaan en toen had ik eigenlijk wat professoren van tevoren benaderd. Wat ik heel belangrijk vond is dat ik niet alleen met mijn generatie zou levelen, dus met mijn generatie zou connecten, maar ook met de oude generatie. Omdat de generatie van nu is heel erg enige sound. Die ik ook tof vind hoor, maar er gebeurt zoveel meer. En die sound is ook weer gestoeld op een oudere sound. Dus ik vond het heel belangrijk om ook met de elders te zitten. Dus dat heb ik gedaan. En ook veel gewoon geconnect met mijn eigen generatie. En van daaruit ben ik later, een half jaar later, teruggegaan en kon ik heel gericht met iedereen gewoon die connectie opzoeken, muziek maken, veel leren. Ik heb een nieuw instrument leren spelen, ook de ballenvang. Dus ja, van daaruit is eigenlijk een balletje gaan rollen en zijn de puzzelstukken bij elkaar gevallen. Hoe was dat om de ballenvang te leren? Want dat lijkt me niet het meest makkelijke instrument. Is heel moeilijk in de zin van, je moet echt de ritmes echt helemaal worden eigenlijk. Je moet de ritmes echt gewoon tot diep in je kern voelen, zodat je ermee kan gaan spelen. Want als je dat niet door hebt, dan kan je er niet mee spelen. Het ritme vormt de basis en van daaruit kan je vrijer gaan spelen en echt elementen eraan toe gaan voegen. Dus er komt wel veel bij kijken. Maar het is aan de ene kant
kan ik dan toch wel weer zeggen dat als er dan iets positiefs ook is aan het hele corona gebeuren, dan is het dat ik heel veel tijd had om ook te leren van. Ja, wat ik dan ook heel erg mooi vind, je hebt bijvoorbeeld Slice from Go en die heb je dan in twee versies ook. Je hebt één, geloof ik, met je Nederlandse band gemaakt en één met je Ghanese band. En dan kun je ook heel erg duidelijk horen hoe je zo'n nummer in kan vullen. Dus wat was je benadering daarbij een beetje? Ja, sowieso zijn wij, de eerste versie van Slice and Go is sowieso qua ritmesectie al heel erg geïnspireerd op Afrobeat. En dan met name de Fela Kuti / Abbo Taylor-achtige vibe. Dus echt de Afrobeat stijl. En dat hebben we dan weer gecombineerd met, een beetje, als je dan weer die synths hoort, dan klinkt het best wel elektronisch, zeg maar, best wel, best wel iets wat weer refereert naar elektronische muziek in Nederland. Dus dat hebben we op die manier proberen te doen. En toen vond ik het heel interessant om te kijken hoe kunnen we die Slice and Go vibe meer naar het Ghanese trekken, dat er ook highlife invloeden in zitten. Dat die specifieke manier van gitaar spelen, dus die highlife vibe, dat die erin zit. Maar ook echt die call and response die erin zit in de bridge. Wat ook gewoon weer een hele andere, wat heel erg typerend is voor Ghanese muziek, denk ik. Wat ik zelf heel hard vind, is dat die bridge van die Ghana remix van Slice and Go, dat een ritme is van basically de stam waar ik zelf vandaan kom. Dus datzelfde ritme heb ik ook leren spelen hier. En het heet Ajoa. Dat erin zit, betekent voor mij heel veel. En ik vind het gewoon sick dat gewoon bij elkaar komt in één track. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, je noemt ook de soort van de impact. Dat toch jouw cultural heritage heeft voor jou. Heeft dat, en die reizen naar Ghana en zo. Heeft dat ook invloed gehad op de teksten? En zeg maar een soort van wat je wil uitdragen als artiest? Zeker. Ik heb dus ook toen ik hier voor de echt research was, ook gewoon geconnect met verschillende professoren hier om te praten over wat de muziek van hier typeert, hoe polyritmiek werkt, welke vormen van storytelling er zijn. En dat heb ik allemaal ook weer meegenomen gewoon in mijn manier van schrijven en mijn manier van produceren. Dus het is, het is niet alleen van oké, ik kom hier eventjes mijn interface neerzetten en mijn laptop neerzetten en ik ga gewoon dat ding doen, maar ik vond het heel belangrijk om gewoon echt met de open mind erin te gaan en dan van daaruit gewoon te kijken wat eruit komt eigenlijk. En even op persoonlijk niveau, hoe belangrijk was dit voor je? Want ik kan me voorstellen dat toch, vooral die eerste reis, daarom vroeg ik daarna, dat je toch wil zien, je noemt net die stam, waar je, dat je dat toch wil zien, dat je dat wil voelen. Dus hoe belangrijk op een persoonlijk niveau was ook die reis en bijvoorbeeld dat je er nu ook de afgelopen weken van heb kunnen genieten daar? Ja, het is, soms is het moeilijk helemaal te vangen wat het nou precies is. Maar je komt op een plek waar je op dat moment misschien in je leven bij elkaar misschien 4 weken bent geweest. Maar toch voelt het als thuis. Toch voelt het alsof je er vaker bent geweest en voelt het en komt er een bepaald soort rust over je heen. Dus dat is heel erg. Daar sta je niet altijd zo bij stil op die manier. Maar aan de andere kant is het ook dat je echt moet wennen gewoon. Dus dat je ook gewoon puur al de temperatuur. En het feit dat je allemaal mensen om je heen ziet die op jou lijken. Dat ben ik niet gewend. Ik ben zelfs Rotterdam is anders. Rotterdam is natuurlijk ook heel veel cultuur. Maar dat is het juist die hele mix van allemaal verschillende soorten mensen. En hier zijn toch allemaal mensen die op je lijken. En zelfs de reclameborden zijn allemaal mensen die op je lijken. Dus dat is ook het is gewoon voor misschien de meeste mensen gewoon zo van, is toch gewoon normaal of zo. Maar voor mij is dat ook zoiets van, dan moet je even aan wennen.
Maar ja, het is zeker een vorm van thuiskomen. Maar waar ik ook wel achter ben gekomen is dat je toch altijd mentaal aan het reizen bent. Dus dat je toch een product bent van beide kanten. En dat je... ik denk dat ik daarom ook zo connect met hiphop. Omdat het iets is wat ook weer zijn oorsprong kent vanuit afrocultuur. Maar wat wel is ontstaan in een westerse cultuur. Dus ik denk dat dat ook wel de soort van conclusie is van het geheel. Van dat niemand één component is. Maar dat je eigenlijk altijd bestaat uit meerdere componenten. En ja, wat is thuis dan? Dat is eigenlijk gewoon iets wat je, een gevoel, iets wat je zelf tot op zekere hoogte kan initiëren, maar ook iets wat, wat gewoon uit meerdere componenten bestaat. Wat ik mooi vind is de beschrijving die je nu geeft, dat zou ook heel goed toepasbaar zijn op de muziek die je maakt. Dus dat vind ik heel leuk, dat het heel erg terugkomt in de soort muziek die je maakt. En daarom zeg ik ook van... Ik denk oprecht dat het best wel, vooral in Nederland, een uniek geluid heeft. Want dat hoor je gewoon hier niet. Waar zie je, want natuurlijk hebben wij een degelijke hiphopcultuur hier in Nederland. En waar zie je jouw muziek daarbinnen passen? Want je zou het soms bijna jazz kunnen noemen. Het is eigenlijk heel breed interpreteerbaar. Klopt. Ja, weet je, ik ben ook een beetje gestopt met het heel erg in hokjes proberen te plaatsen. Want ik denk ook dat mij beperkt. Als ik te veel bezig ben met waar het dan in past, dan ben ik mijn eigen creativiteit ook aan het beperken. En mijn mogelijkheden aan het beperken. Dus ik probeer dat ook niet te doen. Maar het is wel, het maakt het soms wel lastiger. In de zin van, ja, ik omschrijf het zelfs als hip-hop Ghana Soul. Dus ja... Ik ben iemand die vanuit hip-hop principes creëert eigenlijk. Dus, maar mijn oorsprong ligt natuurlijk in Ghana. En dat, ja, zeg maar, die term beschrijft het eigenlijk heel goed wat het is, hip-hop Ghana soul. En in hip-hop zit natuurlijk ook heel veel soul-invloeden en funk-invloeden. En die afrobieten, dat refereert gewoon weer naar die Ghanese vibe. Dus dat is denk ik wel wat het is. Maar ik ben het wel met je eens dat het soms dat het moeilijk is om het ergens in te zetten. En soms is dat ook lastig, vooral met de playlist fase waar we nu eigenlijk in zitten qua muziekindustrie. Is het niet altijd even makkelijk. Je kan beter, denk ik, als je dan echt puur op die manier bekijkt, kan je zeggen van nou, ik maak gewoon dit. Dat heeft dit en dit label. En dat past in dit en dit boxje. En dan is het cool. Maar ja, nee, zo werk ik niet. Zie je jouw muziek in ieder geval... Ik weet niet hoe je het zelf ziet. Maar zie je jouw muziek ook als iets dat specifiek live goed tot zijn recht komt? Zeker. Live kom ik echt tot leven. Ik vind... Ja, live spelen vind ik zoiets moois. Omdat je... mensen bij elkaar kan brengen en dat je echt iets samen neer kan zetten. Dat vind ik het mooiste. Dus dat je echt iets interactiefs kan creëren. En ik denk dat het component het publiek, dat het publiek soms ook niet zo heel erg stilstaat bij hoeveel invloed zij eigenlijk hebben op de hele show. Dus die wisselwerking vind ik heel interessant. En ja, dat is zeker iets wat ik heel, heel mooi en belangrijk vind, weet je. Daarom is ook op deze plaat grotendeels is alles wel gewoon echt gebaseerd op instrumentatie. Dus het is ook spelen met mijn band en die wisselwerking met elkaar is iets magisch. Dus ik hoop ook echt dat we, want ik krijg de berichten wel weer allemaal mee, van dat we... Naar een punt kunnen gaan dat we echt weer kunnen gaan genieten van live muziek. En ook weer ook echt die vibes die er nu zijn ook een beetje los kunnen laten. Want ook toen het eventjes open ging, het was niet hetzelfde, zeg maar. Ja. Nee, maar dat was mijn indruk toen ik ook de plaat luisterde. Van, dit zou het heel goed doen, denk ik, live op een mooie zomersavond of iets dergelijks. En
Vandaag horen we van de overheid of er weer wat dingen open gaan. Er lijken wat dingen open te gaan, maar de cultuursector helaas weer niet. Dat zijn de geruchten. Dus is dat als artiest en vooral in het stadium waar jij nu staat, is dat lastig omdat je totaal niet weet waar je op kan bouwen nu op een moment? Het is zeker een uitdaging, laat ik het zo zeggen. Want het vooruitplannen is gewoon veel lastiger geworden. Ja. Maar ik denk wel dat dit ook wel weer mogelijkheden biedt om nog meer gewoon vanuit intuïtie of vanuit gevoel gewoon te creëren en niet te veel bezig te zijn met de dingen waar je geen grip op hebt. Want daar komt het wel op neer. Er zijn gewoon veel factoren waar jij geen grip op hebt. En daarop blijven focussen frustreert ook. Dus ik denk dat het gewoon goed is om wel gewoon vanuit je gewoon te blijven creëren en te kijken wat er mogelijk is. En van daaruit gewoon kijken wat kan. Maar dat het lastig is, dat is sowieso een feit. Dat, zeker in de fase waarin ik zit en een heleboel andere artiesten die net lekker aan het opbouwen waren. Dan is het gewoon heel lastig, want ik denk dat de ervaring van een live show altijd zoveel extra lagen aan de muziek geeft. Ja, dat is eigenlijk niet te creëren digitaal. Terwijl er wel heel veel mogelijkheden zijn, maar dat is niet hetzelfde. Ja, zoals je zegt, ik heb meerdere livestreams en dergelijke gekeken over de afgelopen 2 jaar en elke artiest die aan zoiets meewerkt, die zegt hetzelfde. Van, ja, het is leuk. Het is blij, we zijn blij dat we überhaupt iets kunnen. Maar dit is niet wat we willen uiteindelijk. Dit is, je kan het niet vergelijken met het echte werk, zeg maar. Als laatste wil ik dan heel even hebben nog over de thematiek soort van op de plaat. En ik heb opgeschreven, vooral naast Slice and Go, maar boxersmentaliteit. En dat getuigt ook uit de video. Maar jouw mentaliteit als het gaat om niet alleen muziek maken, maar gewoon vechten voor zeg maar de struggle, als het ware. Waar komt die vandaan? Maar dus die vechten spirit, waar die vandaan komt? Ik denk dat die heel erg komt uit gewoon weten waar je überhaupt vandaan komt. En het feit dat je een third culture kid ben eigenlijk, dus een migrantenkind, dus iemand die waarvan je weet dat je ouders echt veel hebben gedaan, veel hebben opgeofferd om jou überhaupt te krijgen waar je nu bent. Als je dat gewoon visueel zou maken, dan zie je eigenlijk letterlijk wat zij hebben gedaan op de Sintelbaan, op het punt waarop ze het eigenlijk aan jou hebben gegeven, gewoon dat stokje zo. En dan ga je sowieso met een soort chip on your shoulder, ga je gewoon ervoor. Soms ook gewoon te hard. Dus dan moet je ook leren van jezelf. Oké, dit is nu eventjes rustiger aan, weet je wel. Er zijn ook veel... het kan ook gewoon te hard gaan. Maar dat is denk ik wel grotendeels waar het vandaan komt. En ook gewoon de wil en de kracht om de rijkdom die er hier is qua cultuur, maar sowieso überhaupt gewoon black culture gewoon te laten zien en gewoon te laten zien wat de kracht van muziek is, weet je wel. Het samenbrengen van verschillende mensen, dat is denk ik het belangrijkste van alles, denk ik. En zeker nu, omdat er zoveel, zoveel externe factoren zijn die eigenlijk zorgen voor, dat mensen juist minder bij elkaar komen, dat dit nog belangrijker eigenlijk is geworden. Ja, daar ben ik volledig mee eens. En dan laten we hopen dan dat we in de nabije toekomst dan weer met z'n allen in ieder geval in een veld kunnen staan of iets dergelijks, om gewoon een leuke tijd en lekkere muziek te gaan luisteren. Kei, mag ik jou bedanken voor je tijd en voor een leuk gesprek? Geen probleem, man. Ja, was super tof. Thanks voor jouw tijd en voor de uitnodiging.